Ik ben Peppa Pig. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Pig. En dit is papa Pig. Peppa Pig. De penvriendin. Peppa en haar vrienden zitten in de klas. Kinderen, wie wil een penvriendin hebben? Ik! Wat is een penvriendin? Een penvriendin is een onbekend meisje waaraan je brieven kunt schrijven. Dit kleine meisje woont in Frankrijk. Haar naam is Eline Ezel. Kan Eline Ezel mijn penvriendin worden? Maar natuurlijk, Peppa. Hoera! Het is vroeg in de morgen. Meneer Zebra, de postbode, bezorgt een paar brieven bij Peppa thuis. De post! Peppa en George vinden het heerlijk als de post wordt bezorgd. Hij is geadresseerd aan mejuffrouw Peppa Pig. Dat ben ik! Mama, wil je hem aan me voorlezen? Natuurlijk. Hij komt van Eline Ezel. Mijn penvriendin! Wat schrijft ze allemaal? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mama, waarom zeg je al die grappige woorden? Dat is Frans, Peppa. Het betekent hallo, hoe gaat het? En wat zegt ze nog meer? Ik help wel. J'aime les princesses et jouer avec mes amis. Knap hoor, papa. Ik ben heel erg goed in Frans. Wat betekent het? Papa Big poetst zijn bril schoon, zodat hij de brief beter kan bekijken. Dit is niks. Allemaal onzin. Het betekent, ik hou erg van prinsessen en speel graag met mijn vrienden. Dat wilde ik dus net gaan zeggen. Ik wil ook Frans kunnen. Misschien kun je met Eline Ezel praten. Hoe dan? Haar telefoonnummer staat hier op de brief. Jippie! Bonjour. Est-ce que c'est possible que Peppa parle à Eline? Mama Big vraagt of Peppa met Eline mag praten. Hallo? Bonjour. Bonjour. Wat moet ik nu zeggen? Comment ça va? Comment ça va? Tot ziens. Au revoir. Au revoir. Wat heeft ze gezegd? Ze praten Frans. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa zegt, hoe gaat het met jou in het Frans? Dinosaurus. Nee, George. Zo zeg je dat toch niet in het Frans? Het is weer ochtend. Meneer Zebra bezorgt een nieuwe stapel brieven bij Peppa thuis. De post! Hoera! Mag ik nu de brief van Eline hebben, papa? Sorry, Peppa, maar vandaag is er geen brief voor jou. Oh. Ik vraag me af wie dat is. Bonjour, ik ben Eline Ezel. Is Peppa ook hier? Hoi, Eline! Bonjour! Bonjour, Peppa. Dit zijn mijn mama, mijn papa en mijn broer Emile. Bonjour! Dit zijn mijn vader en moeder en mijn kleine broertje George. Hallo! Dinosaurus. Dragon. Spreekt u ook Frans, meneer Big? Ik ben erg goed in Frans. Ah, parle de sport. J'adore l'équipe de football. Quelle est votre équipe de vous préférez? Ja. Eline, we kunnen gaan springen in modderpoelen. Eline begrijpt niet wat Peppa zegt. J'adore sauter dans les flaques de boue. Nu begrijpt Peppa niet wat Eline zegt. Alles is zo anders in het Frans, papa. Allez, Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Dat wilde ik dus juist aan jou laten zien. Wij noemen dat op en neer springen in modderpoelen. J'adore op en neer springen in modderpoelen. Iedereen in de hele wereld is dol op en neer springen in modderpoelen. Op zolder bij opa en oma. Peppa en George gaan vandaag bij oma en opa spelen. Hallo, opa Big. Opa.
Hallo, Peppa. Hallo, George. Tot straks. Veel plezier samen. Tot strakjes. Waar is oma Big? Hallo daar, mijn biggetjes. Dat is de stem van oma Big. Maar waar is ze? Oma Big? Hier ben ik. Oma Big! Mama Big! Waarom zit oma vast in het dak? We zijn de zolder aan het opruimen. Wat is de zolder? Daar bewaren oma en ik al onze oude spullen. Zoals jij, opa Big. Haha, spullen die zelfs nog ouder zijn dan ik. Mogen wij helpen? Oké. De zolder van oma en opa is helemaal boven in het huis. Dat is de deur naar de zolder. Hoe komen we daar nou boven? Daar heb ik een trucje voor. Hallo, mijn biggetjes. Hoi, oma. Kom gauw boven. Dit is onze zolder. Wauw. Wat is het vol hier? Ja, vol met oude troep. Peppa en George komen ons helpen om wat spullen weg te gooien. Mooi. Dan beginnen we maar met deze doos hier. Nee, niet die doos. Hebben we dit echt nodig? Dat is mijn scheepje in de fles. En dit dan? Dat is mijn andere scheepje in de fles. En deze hier? Dat zijn al mijn scheepjes in de fles. En ik heb ze allemaal nodig. Tja, we zullen toch iets moeten wegdoen. Wat dacht je van deze doos? Nee, niet mijn hoeden. Wat nu dan? Wij kunnen niet beslissen wat er weg moet. Ik weet wat. We laten Peppa en George beslissen. Oké. Dan gooien we deze oude koffer weg. Oh, nee, die niet. Dit is niet zomaar een oude koffer. Het is een platenspeler. Oeh. En dit was ons lievelingsplaatje. Mogen we hem horen? Ja. Die hebben we al jaren niet gehoord. Ik voel me weer jong. Kom op, Peppa en George, dansen maar. Daar is mama Big. Ze komt Peppa en George weer ophalen. Hallo? Waar zitten jullie? Mama Big ziet helemaal niemand. Wat is dit voor herrie? Mama! Hallo! We zijn aan het dansen op oma en opa's lievelingsplaatje. Ja, oma en opa luisterden daar altijd naar. Oeh, en dit was mijn lievelingsplaatje toen ik nog een biggetje was. Laat horen! Het heet Vogel, Vogel, Woef, Woef. Niet Vogel, Vogel, Woef, Woef. Die heb je grijs gedraaid. Ik dacht dat we die al lang hadden weggegooid. De vogel doet woef en de hand doet fluit. Woef, fluit, woef, fluit, woef, woef, woef. En de koe doet bè. Boe, bè, woef, fluit, boe, bè, woef, fluit, woef, woef, woef. Nog eens. De vogel doet woef en de hand doet fluit. Woef, fluit, woef, fluit, woef, woef, woef. Het schaap doet boe en de koe doet bè. Boe, bè, woef, fluit, boe, fluit, woef, fluit, woef, woef, woef. Dat was leuk. Maar we waren toch eigenlijk oude spullen aan het weggooien? Peppa, wat moeten we weggooien en wat moeten we houden? Waarom houden jullie niet gewoon alles? De ruzie. Peppa en Suzie Schaap spelen een spelletje. Paar, voor mij! Peppa en Suzie zijn elkaars beste vriendinnen. Jij speelt vals. Dat is niet waar. Je zat af te kijken. Deed ik niet. Ik wil dus helemaal niet meer met jou spelen. En ik wil dus niet meer met jou spelen. Oh nee,
Peppa en Suzy hebben ruzie. Mevrouw Schaap is er om Suzy op te halen. Peppa, zeg eens dag tegen Suzy. Ik wil echt nooit meer met haar praten. En ik praat nooit meer met haar. Oh, jullie maken het vast weer goed. Jullie zijn elkaars beste vriendinnen. Dit is niet grappig. En wij zijn dus geen beste vriendinnen meer. Papa Big heeft vandaag gekookt. Peppa, George, etenstijd. Lekker spaghetti. Wat is er aan de hand, Peppa? Peppa en Suzy hebben een beetje ruzie gemaakt. Oh. Maar eerlijk gezegd mis ik Suzy toch wel. Zullen we Suzy eens bellen? Hallo, mevrouw Big. Mag Peppa even met Suzy praten? Hallo, Suzy. Hallo, Peppa. Zullen we weer vriendinnen zijn? Moet je wel sorry zeggen. Het spijt me dat ik zei dat je vals speelde. Ook al speelde je wel vals. Oh, en het spijt mij dat jij ooit mijn beste vriendin was. Oh. Het maakt niks uit, hoor. Ik vind makkelijk wel weer een nieuwe beste vriendin. Het is een prachtige zonnige dag. Alle kinderen spelen in de speeltuin. Henkie Hond staat op de draaimolen met zijn beste vriend Pedro Pony. Woehoe! George zit op de wipwap met zijn beste vriend Karel Konijn. Wipwap, wipwap. Suzy Schaap zit op de schommel. In haar eentje. Peppa is aan het minigolven. Ook in haar eentje. Daar is Olivia Olifant. Mag ik misschien even? Ja! Olivia, Suzy Schaap is vanaf gisteren mijn beste vriendin niet meer. Nu kun jij mijn beste vriendin zijn. Maar mijn beste vriend is Kaatje Kat. Oh. Miauw. Wee! Zoe, als je wilt, mag jij mijn beste vriendin zijn? Maar mijn beste vriendin is Kelly Konijn al. Oh. Wee! Hallo, Suzy. Hallo, Peppa. Ah, mooi. Wat fijn dat jullie weer vriendinnen zijn. Wij zijn geen vriendinnen. Wij zullen ook nooit meer vriendinnen worden. Ik vind het de hoogste tijd dat jullie het weer goed maken. Peppa, zeg sorry tegen Suzy. Alleen als zij het eerste zegt. Alleen als zij het als eerste zegt. Ik weet iets. Ik tel tot drie en dan zeggen jullie precies tegelijkertijd sorry. Oké. 1, 2, 3. Sorry. Nu kunnen jullie weer vriendinnen zijn. Hoera! Suzy, zullen we minigolven? Goed idee! Peppa en Suzy zijn weer de beste vriendinnen. Ik eerst. Mijn beurt. Mijn bal zit in het gat. Ik heb gewonnen. Maar mijn bal heeft hem erin geduwd. Ik heb gewonnen. Jij verzint gewoon je eigen regels. Jij verzint je eigen regels. Ik win. Nee, ik win. Jullie twee zijn precies hetzelfde. En daarom is Suzy mijn beste vriendin van de hele wereld. En Peppa is mijn beste vriendin van de hele wereld. De speelgoedkast. Het is bedtijd voor Peppa en George. Alle biggetjes. Waarom liggen al die speelgoedjes in je bed? Hier wonen ze. Vooruit. Berg al dat speelgoed op in jullie speelgoedmand. Maar de speelgoedmand is vol. Inderdaad, zeg. Ik denk dat jullie een kast nodig hebben. Ja, ik kan er morgen wel eentje maken. Het laatste dat jij hebt gemaakt, papa Big, was deze plank. En daar ben ik heel erg trots op. Maar papa, hij is helemaal wiebelig. Wij gebruiken hem als glijbaan voor Teddy en meneertje Dinosaurus. Oké, dan kopen we een nieuwe speelgoedkast. Dat kunnen we nu meteen wel doen, op de computer. Hoera! Mama Big gebruikt de computer om een speelgoedkast te kopen. Aha, goed. Welke zullen we nemen? Mogen we die daar hebben? Die lijkt me perfect. Mama Big koopt de speelgoedkast meteen.
Gefeliciteerd. De speelgoedkast is besteld. Oh, super! Het is ochtend en meneer Zebra, de postbode, heeft een speciale bestelling. De post! Speciale bestelling voor mejuffrouw Peppa Pig en jongeheer George. Wat is het? Dat is een speelgoedkast. Oh, hij ziet er nogal plat uit. Ja, je moet hem zelf in elkaar zetten. Oh. Geen paniek, Peppa. Je papa en mama zetten die kast in een wip in elkaar. Dag hoor. Tot ziens. Dag. Wat moeten we nou doen? Nu zetten we de kast in elkaar. Ja. Dat is vreemd. Ik zie geen gebruiksaanwijzing. Misschien is het zo makkelijk te maken dat we die helemaal niet nodig hebben. Mama, mogen we helpen? Tuurlijk. Eerst heb ik een plank nodig. Hier is een groene plank. Dank je, Peppa. Nu wil ik de vier poten. 1, 2, 3, 4. Vier blauwe poten, mama. Goed zo. Dit hebben we echt zo gefixt. Hier is een rood deurtje, mama Big. Dank je, papa Big. Zo, en klaar. Goed gedaan, mama Big. Hij is wel erg klein, zeg. Gaat al ons speelgoed daar wel in passen? Hij is inderdaad wat klein. Oh, George heeft nog een stuk gevonden. Misschien is dat een reserveplank. En hier liggen nog veel meer stukken. Oh nee, de kast is zo klein omdat mama Big niet alle stukken heeft gebruikt. We halen hem vlug uit elkaar en we beginnen weer opnieuw. Oh nee, hadden we nou maar een gebruiksaanwijzing. Wie zou dat zijn? Hallo, ik heb dit net nog gevonden in mijn bestelwagen. Dat is de gebruiksaanwijzing. Dat zal het stuk eenvoudiger maken. Hoera! De gebruiksaanwijzing ziet er ingewikkeld uit. Dit is niks. Dit is onzin. Mag ik het misschien doen, papa Big? Ik vind het erg leuk om kasten in elkaar te zetten. Echt waar? Kunnen we dan ergens mee helpen? Zet maar een kopje thee. Dat vind ik lekker als ik werk. Met 6 klontjes graag. Iedereen helpt mee om thee te zetten voor meneer Zebra. Hier is uw thee, meneer Zebra. Wauw! Meneer Zebra heeft de kast al in elkaar gezet. Alle biggen, dat is snel. Ja, en al jullie speelgoed heb ik er al ingestopt. Oeh! Dank u wel, meneer Zebra. Maar voor deze twee is er geen plaats meer. Oh, arme Teddy en meneertje dinosaurus. Waar moeten zij nu wonen? Dan bestel je toch gewoon nog zo'n doe-het-zelf speelgoedkast? Nee! Ik heb een beter idee. Teddy en meneertje dinosaurus mogen fijn bij jullie in bed. Maar mama, daar wonen ze toch eerst ook al? Ja, dat weet ik. Daarom is het ook zo'n goed idee. Balletles. Peppa gaat naar haar eerste balletles. Dit is mevrouw Gazelle, de balletlerares. Ah, daar hebben wij de jonge Peppa. Ik ben mevrouw Gazelle. Hallo, mevrouw. Oh, wat lief. Welkom bij je allereerste balletles. Ik haal je straks weer op. Tot zo. Veel plezier, schat. Dit zijn Peppa's vriendjes. Kaatje Kat, Suzie Schaap, Henkie Hond, Kelly Konijn en Pedro Pony. Kinderen, we hebben een nieuwe leerling. Peppa Big. Goed, Peppa. Ren maar naar je vriendjes. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Nee. Kinderen, we beginnen met demi-plié. Demi-plié. Nu een kleine sprong. Petit jeté. Wees mooi en sierlijk. Petit jeté. Mooi.
en sierlijk. Petit jeté. Mooi en sierlijk. De balletles is ontzettend leuk. Armen omhoog. En doe alsof je een mooie zwaan bent. En wat voor geluid maakt een zwaan, denk je? Mooi en sierlijk. Peppa is dol op dansen. Iedereen is dol op dansen. Mama, mama. We dansten als zwanen. Peppa was erg goed. Ik moest heel sierlijk en mooi dansen. Wat enig. Zal ik voor hem wat we geleerd hebben? Nu eerst naar huis. Laat het dan maar zien aan papa en George en mij. Tot ziens. Peppa en mama Big komen thuis. Papa, George, ik laat jullie zien hoe je moet ballet dansen. Is dat moeilijk dan? Het was makkelijk voor mij. Maar jij, George en mama vinden het vast heel moeilijk. Eerst wat muziek aan. Mooi. Goed, George, papa en mama, jullie moeten me nu precies nadoen. Mevrouw Gazelle gebruikte een raar woord, maar eigenlijk is het gewoon door de knieën gaan en springen. Ah, de petit jeté. Papa, je kent het rare woord. Mama Big en ik waren vroeger heel goed in ballet. Wees voorzichtig, papa Big. Onze favoriet was de pas de deux. Hopla! Dat kan ik me niet meer herinneren. Malle papa Big. We laten het ballet dansen maar over aan Peppa. Ja, ik ben daar de beste in. Ik ben een sierlijke zwaan. Bravo. Onweer. Het is een prachtige zonnige dag. Peppa en George zijn aan het picknicken. Ik heb hier vruchtensap voor jou, Teddy. Wat zeg je nou? Hartelijk bedankt, Peppa. Nou, heel graag gedaan hoor, Teddy. En wat vruchtensap voor jou, meneer dinosaurus? En wat zeg jij dan? Ook heel graag gedaan, meneer dinosaurus. Willen Teddy of meneer dinosaurus een koekje? We hebben geen honger. Dus Peppa en George mogen alle koekjes. Dank je, Teddy. Wat is dat voor geluid? Peppa, George, snel, kom maar gauw naar binnen. Mama, er was net een grote knal. Dat was donder, Peppa. Dat betekent dat er straks een onweersbui met veel regen komt. Snel, vlucht naar binnen, voor je nat wordt. Hoho, geen paniek, jullie. De regen is nog heel ver weg. De lucht wordt alsmaar donkerder en donkerder. Het gaat straks onweren. Peppa, George, is al het speelgoed mee naar binnen gekomen? Dinosaurus! Mooi, meneer Dinosaurus is veilig. Teddy, ik heb Teddy in de tuin laten liggen. Nou wordt hij nat. Maak je geen zorgen, Peppa. Papa Big zal Teddy redden. Schiet maar op dan, papa Big. Het gaat zo regenen. Ik weet alles over onweer. Dat duurt nog wel even. Zie je wel. Tijd genoeg voor het gaat regenen.
Arme Teddy. Hij is helemaal nat. Kijk. Ja, arme Teddy. We drogen hem af. Arme Teddy. Kijk eens aan, Teddy. Weer droog. En je arme papa dan? Ik ben toch ook helemaal nat? Oh, sorry, papa Big. We drogen jou ook af. Kijk eens aan, papa Big. Helemaal droog. Oh? Het regent nu ook in huis. De vloer wordt helemaal nat. Oh jee, wat moeten we doen, papa Big? Geen zorgen. Papa Big gebruikt een emmer om de druppels op te vangen. Goed zo, papa Big. Makkelijk als wat. Hé? Wat? Oh! Snel, vind nog iets om het water mee op te vangen. Heel goed, Peppa. Zo makkelijk als wat. Mama, de donder maakt wel veel lawaai. Het is al goed, kinderen. Wees maar niet bang, hoor. Laten we tellen vanaf elke flits tot het dondert. Hoe hoger het getal, hoe verder weg het onweer is. 1, 2, 3. Dat is 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is 5. Het onweer gaat langzaam verder weg. Het onweer is weer voorbij. Hoera! Door de regen ligt de tuin vol met modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Ik ben dol op onweer. Dan komen er modderpoelen. Splet, splat, splet, splat. Auto wassen. Papa Big neemt het gezin mee voor een ritje in de auto. Kom op, is iedereen er klaar voor? Ja hoor. Ja, papa Big, we zijn er klaar voor. Maar de auto blijkbaar niet. Moet je zien hoe smerig die is. Oh, dat valt wel mee hoor. Je zou eens in de auto moeten kijken. Stoute, slordige papa. Stoute, slordige papa. Moet je al die troep zien? Dagbladen? Van mij. Snoep? Van mij. Meneer Dinosaurus. Dinosaurus. De auto moet gewassen worden, eerder gaan we niet weg. Oh, je hebt gelijk, mama Big. Mogen wij meehelpen met wassen, mama? Ja, als je wil, graag. Hoera! Papa Big haalt wat warm sop om de auto te wassen. Papa Big wast het dak. Mama Big wast de motorkap. Peppa wast de deuren. George wil de ramen wassen. Maar daar is hij te klein voor. Arme George, ik help je wel. Oh jee, George heeft zijn spons in een modderpoel laten vallen. George, daar wordt de auto weer modderig van. Ik zorg dat die schoon wordt. Peppa, niet met het... vieze water. Oh jee. Peppa heeft het vieze water over de hele auto gegooid. Oh. Geen probleem. We gebruiken gewoon de tuinslang om hem schoon te spuiten. Ja, ja. Mag ik hem vasthouden? Oh.
Peppa houdt de slang vast, terwijl papa Big de kraan opendraait. Waar is het water? Oh, Peppa, stop! Sorry, mama. Oh. Oh, papa Big, draai maar gauw die kraan dicht. Oh, geen paniek, jullie. Oh jee, iedereen is nat. Maar de auto is wel schoon. Wij ook allemaal. Droog je maar gauw af, dan poets ik de auto op. Goed, tot strakjes. Tot strakjes. Papa Big poetst de auto zo goed dat hij zijn gezicht erin kan zien. Wat een gek gezicht. Oh, nog meer gekke gezichten. Het zijn Peppa en George. En mama Big. Wat glimt de auto toch mooi. Ja, ik ben echt heel goed in dit soort dingen. Stap in, ik rij wel vandaag. Is iedereen er klaar voor? Ja hoor. Daar gaan we. En beloof me dat de auto ook netjes blijft. Ja, mama Big. Ja, mama Big. Mama, nu heb jij de auto weer smerig gemaakt. Ho, ho, stoute mama. Stoute, slordige mama. Thank you.